Wij zijn opnieuw richting Standaard Boekhandel uitgekomen. Dat betekent natuurlijk dat er opnieuw een boek op de markt is gekomen. Een nieuw boek uiteraard. Deze keer van Jan Berens, Meeuwenprinses. Jan, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Eerst en vooral een prinses. Ja. En dan een prinses die zo genoemd wordt omdat ze goed is voor de meeuwen. Er bezorgd over is. Ze verzorgt waar ze gekwetst zijn enzovoort. Van kortom een persoon die, zoals het boek, die eigenlijk een ode is aan de meeuwen. Hè? Waar heb je de inspiratie vandaan gehaald, de meeuwenprinses? Was dat een noodzaak om dat even in het daglicht te stellen? Ja, kijk, ik heb het hier geschreven. Ik kan het eigenlijk niet beter zeggen dan dat ik het geschreven heb. Iedereen onder ons heeft ervaren, dat gebeurt dikwijls, dat er veel mensen zijn die hier aan de zeekust wonen, aan de Noordzee wonen, en die in feite echte meeuwenhaters zijn, die dus niet van de meeuwen moeten hebben. Het zijn vuile vogels en dit en dat, en ze krijsen en ze maken veel kapot en dit en dat. Nu ja, ik heb het hier geschreven, ik zal het eens voorlezen als het mag. Voor eerst mag het toch gezegd dat de meeuwen van oudsher hun vast adres aan de zeekust hebben. Sinds mensengeheugen is zijn ze de Noordzeebewoners van het eerste uur en vooraleer er ooit maar ietsie pitsie van tweede verblijven sprake kon zijn. En dan komt het nooit of te nimmer diende er één meeuw langs de stadhuis te passeren om er als een volwaardige kustbewoner te worden geregistreerd. Laat staan dat de wijkagenten hun werkelijk en effectief al hier verblijven eens zouden gaan controleren. Met andere woorden, ik kom op voor de meeuwen die ik ken van toen ik een kleine jongen was. Vroeger werden de meeuwen trouwens door onze ouders na de maaltijd gevoed met de restanten van de maaltijd en zo. Dat was gewoon het doen. Natuurlijk, de tijden zijn wel een beetje veranderd, maar kom, enfin, ik heb alle sympathie voor de meeuwen. En zoals men in binnenland er de koeien moet bijnemen, denk ik dat we hier moeten de meeuwen erbij nemen. Het is inderdaad zo, de meeuwen, god ja, beschermde vogelsoort. Men moet dus sowieso wat liever worden voor de meeuwen, is dat de bedoeling? Dat is de bedoeling, concreet, dat is juist wat gezegd, dat is de bedoeling. En trouwens, het mag geaccentueerd worden, een beschermde vogelsoort, zowel naar wetgeving van het Vlaams parlement, Vlaamse wetgeving, als Europees. Misschien nog een aardige anekdote, ja. Het is zelfs verboden te voederen, hè? In het openbaar. Maar op één domein mag dat, hè. Als ik het op één domein mag, dan, hè. Maar bijvoederen in de winter is niet slecht, hè. Dat is goed, hè, voor de dieren. Trouwens, wanneer men brood of gelijk wat gooit voor de vogels, het zijn niet alleen de meeuwen, het zijn ook de koolmees, de deksters, de kouwen, noem maar op, hè. Zit jij, om het in vogeltermen verder te blijven zeggen, zit jij te broeden op een nog volgend boek? Wat zal de toekomst uitwijzen. Hè. Het is nu al het vierde. Hè. En ja, dat zullen we zien. Maar ik schrijf graag. Trouwens, schrijven is een manier van spreken zonder onderbroken te worden. Hè. Dus dat heeft al een voordeel. Hè. Als dat geen mooie afsluiter is. Ja, hè, dat is juist. Hè. Dat wordt maar niet onderbroken. Hè. Succes met de meeuwenprinses. Ik dank u vriendelijk. Ja. Dank u. Succes. Tot later. Inderdaad, wie graag het boek wil hebben, De Meeuwenprinses, richting Standaard Boekhandel. Een boek van Jan Berens. En zoals je gehoord hebt, hij heeft nog wat meer inspiratie. Dus de volgende zullen er waarschijnlijk wel staan aan te komen. Sifan Knokke Heist. Via FM, Facebook of onze app.